Goedemorgen alle jaren en van harte welkom hier bij RTV NOF. Het is snijn 29 maart 2020 en we zitten nog steeds in de coronacrisis. Maar wat mooi dat jou dan ook via uw kanaal er weer naar u sjoggen. Zometeen kun je weer zien naar een tjerkentjenst en ik dit keer sturen we die rechtstreeks uit vanuit de verbindingstjerke in de Westerrijn. Voorganger van deze tjenst is Klaas van Marm en de muzikale invulling zal plakvinden door de band Lighthouse uit Kolmenzweeg. We proberen ook in deze tjenst weer de teksten onder in beeld meisjes te litten, zodat je ook de noemers die de band speelt meisjongen kennen thuis. En wat we ook nijha op vele verzoek is dat we een collecte horen kennen. Het is wat lastig omdat jou thuis zitten natuurlijk om de echte collecte te doen, maar daar hebben we wat op betocht via een speciale website die we maken, kerkcollecte.com. Johassa krijgt al voor deze tjenst alle informatie daarover zien kind. Via die site kun je online jouw donatie doen en de opbrengsten daarvan gaan naar de voedselbanken van Dokkum, Kolm en Dantumadiel. Kerkcollecte.com, dat is dus de website waar je naar kan kennen. Noffelijk dat je weer sjoggen naar RTVNOF. Namens alle vrijwilligers hier vanuit de Westerrijn wensen we jou een noffelijke, maar ook vooral gezegende tjerkentjenst. Allen thuis, welkom via de tv, de radio of het internet. Wij hopen op een goede dienst voor elkaar en een goede dienst voor de Heere, onze God. En ik mag u ook zo welkom heten door te zeggen, u moet allen de groeten van de levende Heer hebben. In zijn naam zijn we hier vanmorgen bij elkaar. En daarom luisteren we ook naar wat de Bijbel ons zegt. De Bijbel zegt ons, onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we nu luisteren naar U bent welkom, opwekking 573. Thank you.
horen wij naar het gebod van God. God zegt, heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer. Laten we nu samen met elkaar bidden. Grote koning, zoon van God, lijdende knecht. U bent meer dan welkom. Ontmoet ons in onze schuld, in onze onrust en angst. Ontmoet ons in onze kwetsbaarheid en ontmoet ons in onze machteloosheid. Ontferm u, Heer, over een wereld in crisis. Juist u bidden we daarom, want u weet wat aan den lijve, wat het is om een offer te brengen. U weet wat kruisdragen is. U weet wat eenzaamheid is. En daarom bidden wij u om uitkomst en redding. Jezus, erbarm u. Christus, ontferm u over ons. Kom, Heilige Geest, hier en in elke huiskamer en in elke ruimte. Ja, in elk hart dat nu luistert en wek elk oor opdat het aandachtig naar u luistert. Want u weet hoe ongelovig en gespannen we vaak zijn in de confrontatie met ziekte en dood. Dan zijn we zo verward en in verdoving, zo afgeleid dat we niets meer horen. Niets ook meer tot ons doordringt. Ondanks het feit dat we weten dat u de grote arts bent en dat u de opstanding en het leven bent. Heer, kom ook in ons als we het allemaal niet merken. Want zonder u kan niemand van ons, als u er maar bent. Uw naam, Heer Jezus, is immers Immanuel, God met ons. Leer ons in hoop te leven, ontvankelijk voor elk moment van uw heerschappij. Amen. Vrienden, we zijn hier niet alleen om met elkaar te bidden, ook om met elkaar te vieren dat God goed is. Immers, de Bijbel vertelt ons, want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En daarom prijzen we vanmorgen ook zijn grote naam. En dat doen we met de woorden van opwekking 430.
De lezing van vandaag lag al klaar. Ik volg een oud rooster uit de kerk. En voor deze vijfde zondag van de 40 dagen tijd is dat een gedeelte uit Ezechiël 37, uit Johannes 11 en Romeinen 8. Ik lees vanmorgen niet alles, maar gedeelte daaruit. Uit Ezechiël 37, de eerste vijf versen. En de profeet zegt daar: ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament, naar het Evangelie van Johannes. En we horen daar enkele gedeelten uit Johannes 11. Eerste vier versen. En daar schrijft Johannes: er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En dan blijft Jezus daar 2 dagen met zijn discipelen. En dan zegt hij na die 2 dagen dat zijn vriend Lazarus overleden is. En dan vertrekt hij naar Betanië. En daar komt hij dan ook aan. En dan pakken we de draad op in vers 20. En daar lezen we: toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Maria, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: de meester is er en hij vraagt naar je. Dan gaan we nu naar Romeinen 8. En daar in dat hoofdstuk lezen we de versen 8 tot en met vers 11. En daar schrijft de apostel Paulus het volgende: wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest.
want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Tot zover. Er kan ook gecollecteerd worden. Dat gebeurt hier niet zoals gebruikelijk in de dienst, maar u kunt dat thuis doen. U kunt gaven schenken aan de voedselbank. Voedselbank in Kollum, in Dokkum en in Dantumadeel. En dat kunt u onder andere doen door te gaan naar de nieuwe site kerkcollecte.com. En daar leest u wel hoe u uw gaven kunt doen. We gaan nu opnieuw luisteren naar twee liederen, It Is Well en opwekking 832, Jezus Overwinnaar. Grander earth has quaked before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken from my regard. And through it all, through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well with me. Forbid from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me, I will be thrown into the midst of the sea. And through it all, we
is well with me. Wat een kracht en wat een troost mogen we putten uit dit lied. Een lied waarin we mogen zeggen, Heer, het is goed met mijn ziel. Alles wat er op deze wereld gebeurt op het moment, ja, dat boezemt angst in. Maar met dit lied mogen we zeggen, Heer, het is goed met mijn ziel. En we mogen weten dat God achter ons staat, voor ons, naast ons, boven onder ons. Dat we op Hem mogen vertrouwen en dat we samen met Hem deze crisis ook mogen overwinnen. Want Heer, U bent machtig, U bent groot, Heer. En wat mogen we dankbaar zijn voor Uw grote liefde, Heer, en dat U ons houdt in Uw grote hand. Heer, want samen met U mogen wij overwinnaars zijn, overwinnaars van dit crisis, Heer. En ik wil U vragen om ook in deze wereld te zijn, Heer, en deze wereld in Uw hand te houden, Heer. En dat we nu mogen zingen, Heer, U bent overwinnaar, want Jezus is overwinnaar. En samen met U kunnen wij alles aan, Heer. Dank U wel. Wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. Naar boven alles.
naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Ik denk dat jullie wel even willen zitten, of niet? Ja, of hier blijven staan. En dan nemen we even de tijd voor. Heel vriendelijk dank. En nou spreek ik u weer aan. Beste vrienden, vrijdag belde een veel jongere collega mij en al vrij vroeg zei hij tegen me: en Klaas, wat heeft de Heer jou de laatste tijd gezegd? En het bleek dat ik toen even geen woorden kon vinden en met mijn mond vol tanden stond. En later dacht ik van, ja, maar ho eens even, woensdag heb ik al min of meer het thema doorgegeven van deze dienst. De Heer roept jou. En als de Heer nou niets tegen mij gezegd heeft, hoe kan ik dan tegen jullie zeggen, de Heer roept jullie? Hoe kan dat nou dat ik de Heer niet hoor? Zat ik te denken, dat ik mijn collega niet kan vertellen van dit en dat heeft de Heer mij gezegd. En ik dacht daarover na en ik denk dat komt doordat ik veel te veel gefocust ben op de coronacrisis. Het is coronacrisis, alles coronacrisis wat de klok slaat. Je moet 1,5 meter afstand houden. Je ontmoet je kinderen en je kleinkinderen niet. Je kunt ze niet omarmen. Je kunt niet meer mensen bezoeken. Je kunt niet meer naar verzorgingstehuizen gaan. Van verveling komt de jeugd 's avonds bij mij de narcissen plattrappen. En daar erger ik me natuurlijk ook aan. Zulke dingen. Je hoort over de economische zorgen. Je gaat jezelf zorgen maken. Het doet wat met je humeur. Je voelt je vervelend. Je voelt je, een beetje opgejaagd ook. Het gaat ook over mensen die angstig zijn. Het gaat over, hebben we straks wel genoeg IC-bedden? Is er wel genoeg ademhalingsapparatuur? Corona, corona, corona. Het is allemaal corona. En corona maakt de dienst uit. En het houdt me niet op.
Klaas, wat heeft de Heer jou gezegd? Ja, ik bid wel, maar ik vind door die spanning die in mij is geen tijd om te luisteren. Ik luister niet naar wat de Heer mij wil zeggen. Dan hoor ik niets. Maar wacht eens even. Hij heeft me wel wat gezegd. Hij heeft me wel wat gezegd. Alleen, dat is al even geleden. Hij heeft me wat gezegd toen ik in ieder geval 2 keer een preek mocht voorbereiden en 2 keer ook die preek mocht brengen in 2 diensten. Toen heeft hij mij wel wat gezegd. Hij heeft toen tegen mij gezegd, Klaas, maak je geen zorgen. Kijk hoe ik zorg voor de vogels en voor de bloemen. En jij gaat al die vogels en al die bloemen te boven. Ik zorg voor jou. Maar, zei hij er toen ook bij, Klaas, je kunt geen 2 heren tegelijk dienen. En ik denk achteraf, ja, Heer, dat hebt u gezegd. Je kunt niet 2 heren tegelijk dienen, want er komt altijd frictie. Je gaat de een meer mogen dan de ander. En je gaat de ander dan ook, omdat je het houdt met de een, ga je de ander verwijten maken. Dan ga je tegen de Heer zeggen, waarom merk ik zo weinig van u? Waarom voel ik niks van u? Want het is alleen maar die ene Heer. Corona, 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 die je met al je aandacht kroont. En waar je hart dan vol van is, daar loopt je mond van over. En nu gebeurt dat. Klaas, heeft hij tegen me gezegd, je kunt niet 2 heren tegelijk dienen. En in die andere dienst zei hij, en daar valt nu ook het kwartje, ik zaai het woord, het evangelie in jouw leven. En jij moet daarnaar luisteren. Maar als ik dat woord zaai, dan kan er ook onkruid op groeien, op schieten. En dan hoor je me niet langer. Dan wordt dat onkruid veel te sterk. Door de welvaart, maar ook door de zorgen. En hoor je me niet meer. En dat gebeurt nu. Dat gebeurt mij nu. Klaas, heeft de Heer wat tegen je gezegd? Ja, hij heeft wat tegen me gezegd. En dat gebeurt nu. En daarom zeg ik nu tegen de Heer, Heer, u hebt me opnieuw bij de les getrokken. Ik ben er weer. Spreek, Heer. Spreek, Heer. En ik luister. Ik luister vandaag opnieuw naar u, als u uw boek voor mij opent. Spreek, Heer. En ik luister. En hij spreekt ook tegen u. Luister wat de Heer tegen u zegt en hoor hoe hij u vandaag roept door deze geschiedenis. Die geschiedenis die daar begon met een introductie van een broer en 2 zussen. En wat ik de Heer dan hoor zeggen tegen u en mij is, ik hou van jou. Dat had je misschien zelf nog niet zo beluisterd. Dat kan ik me ook zo voorstellen, want het ging over die 3 anderen. U hoorde dat Lazarus, die broer, ziek was. En dat die beide zusters nu een boodschapper stuurden naar Jezus om te vertellen dat hij ziek is. En hoe zeggen ze dat? Het is zo vertaald. Heer, uw vriend is ziek.
En dat is een mooie vertaling. Dat is ook een goede vertaling. Maar heel letterlijk staat er: Heer, degene die u lief hebt, is ziek. Hoor je dat? Dat is de karakterisering van Lazarus. Ze noemen niet eens zijn naam. Maar de Heer weet dan meteen over wie het gaat. Hij heeft Lazarus lief. En zo mag er ook vandaag gebeden worden. Zo mag u bidden. Heer, degene die u lief hebt, zit in de put. Heer, degene die u lief hebt, is ziek. Heer, degene die u lief hebt, zit zonder werk. En de Heer weet meteen om wie het gaat. Want hij heeft u lief. Door deze woorden heen zegt hij: ik heb jou lief. En dat weet ik ook, omdat ik zo net ook die woorden aan u mocht doorgeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daar hoor jij bij dat hij zijn enige geboren zoon aan jou gegeven heeft. Jezus zegt, en hij roept je: ik heb jou lief. En dan hoor ik ook dat de Heer Jezus nog iets anders tegen je zegt. Als hij jou roept. Hij zegt tegen je: ik ken jou volkomen. En dat is misschien ook wel iets waarvan je denkt: ja, maar dat beluister ik ook nou niet meteen in die tekst. Dat klopt ook wel, maar je moet het tussen de regels door beluisteren, horen. Want wat gebeurt er nu? Als Jezus dus die boodschap krijgt, dan zegt hij dat die ziekte, waarvan je zou denken dat hij de dood brengt, en dat doet hij ook. En dan zegt hij: nee, die ziekte dient een ander doel. Dat is tot de eer van God, tot de eer van de Zoon. En wat doet Jezus dan vervolgens? Dan wacht hij. Dan vertraagt hij alles. En dan na 2 dagen, dan komt er een gesprek, lees het thuis nog maar eens na. Dan komt er een gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. En dan zegt hij ook, Lazarus is overleden. En hoe weet hij dat? Hoe weet Jezus dat? Dat kan hij niet weten. Niemand heeft het hem verteld. En toch weet hij het. En wij weten hoe Jezus dat weet. Hij weet het omdat eerst de Heilige Geest op hem gekomen is. En dat weten we weer door Johannes de Doper die op hem wees. En Johannes de Doper had door een profetie, door een woord van God doorgekregen op wie jij de Heilige Geest ziet neerdalen en blijven. Dat is degene die met de Heilige Geest doopt. En dat ziet Johannes. Dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalt en blijft. En die Heilige Geest die komt met gaven. En die geeft Jezus de gaven van kennis. Lees maar in 1 Korintiërs 12. En daardoor weet Jezus, bovennatuurlijk weet hij dit, dat Lazarus overleden is. Hij die jou lief heeft en tegen jou zegt: ik heb je lief. Hij is ook degene die alles van jou weet. Hij kent hij uit de pennen. Hij zegt: ik ken jou. En dat beluister ik
in deze geschiedenis. Dat Jezus dat tegen jou en mij zegt. En hoe gaat het dan verder? Ja, Jezus ontmoet dan, zo hebben we gehoord, Martha. Martha, die altijd druk in de weer was, die is ook de eerste die naar buiten komt en Jezus ontmoet. En dan komt dat gesprek. Maar misschien is het eerst goed nog eens erbij stil te staan. Waarom had Jezus nou gewacht? Waarom had hij nou 2 dagen gewacht? Jezus had ook direct daar naartoe kunnen gaan. En dan was hij na 3 dagen, zo lang duurt zo'n tocht, 3,5 dag. Maar als je wat langzamer loopt, dus 3,5 dag. Maar stel, die was er direct heen gegaan. Dan was, als hij gekomen was, daar gekomen was, Lazarus ook al overleden. Waarom wacht hij nou 2 dagen? Daar zit wat achter. Daar zit dit achter wat de mensen in die tijd dachten. En dat weten we weer uit geschriften uit die tijd. Daar zei men en daar dacht men van, ja, wij willen eigenlijk zeker weten van iemand dat die dood is. En hoe weten we dat nou? Dat weten we ja, eigenlijk pas na een dag of 3, 4. Want als iemand overlijdt, dan gaat de geest of de ziel uit zo'n lichaam. Maar zo'n ziel wil weer terug in dat lichaam. En die probeert steeds weer terug te komen. Maar als zo'n lichaam dan in ontbinding raakt, dan weet de ziel van, ik kan niet meer terug. En dan verdwijnt die ziel naar elders. Dan vertrekt die. En dan weet je, zo zei men en zo dacht men in die tijd, dan weet je, nu is hij echt dood. Nu ruikt het lichaam, nu is hij echt dood. En wij zouden ook in onze tijd dan kunnen zeggen, ja, hoor eens even, hij of zij zou ook schijndood kunnen zijn. Daarom wachtte Jezus. Nu kan het gebeuren. Nu kan niemand meer zeggen van, ja, hij was schijndood. Lazarus was schijndood. Nee, nu ruikt hij. Nu weet je, hij is echt dood. En als hij dan opstaat, als Lazarus opstaat, dan ontvangt God ook echt eer. En dan kunnen de mensen de twijfel naar zich neerleggen van hij was schijndood. En dan kunnen ze echt tot geloof komen. Want daar gaat het om. Daar gaat het in heel dat boek Johannes om. Dat Jezus geloof zoekt. Vertrouwen zoekt. Zo staat het ook, zo heeft hij het zojuist gezegd. Ik ga daarheen opdat jullie tot geloof zullen komen. Maar daarvoor is ook alles geschreven in dat boek. Opdat jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is. En in hem het leven hebben. Daar gaat het in dit boek om. En nu horen we dat ook in dat gesprek dat volgt met Martha. Hoe het daarom gaat. Ja, eerst is er dat, je zou haast kunnen zeggen, dat verwijt van haar. Van, Heer, maar als u nou hier geweest was. Maar meteen zoekt Jezus dan ook haar geloof. En dan is het ook mooi dat Martha zulke mooie orthodoxe dingen zegt. Ze is een echte gereformeerde gelovige, zou je haast kunnen zeggen. Ja, Heer, ik weet het, op de jongste dag, dan zal iedereen opstaan. Dan zullen uw vrienden opstaan.
heb je goed gezegd. Maar Martha, ik wil dat jouw geloof nog dieper gaat, nog hechter wordt. En nou troost hij haar niet met mooie woorden van, weet je, wat had je toch een geweldige broer. Of ja, de dood zal niet het laatste woord hebben. In zijn troost richt hij alle aandacht op zichzelf. Wonderlijk, hè? Vreemd, hè? Alle aandacht van Martha. Alle aandacht van jou. Alle aandacht van mij moet op hem gericht zijn. Ik ben de opstanding. Ik ben je leven. Weet je, Martha? Weet je dat de opstanding en weet je dat het leven en het eeuwige leven en het leven dat altijd duurt en dat altijd doorgaat, weet dat dat niet los van mij verkrijgbaar is. Dat dat leven er is in een hechte relatie met elkaar. Geloof je dat? Geloof jij dat? Hoor, Jezus roept je en hij zegt tegen jou, ik ben jouw opstanding en ik ben jouw leven. En dat toont hij, die glorie toont hij door Lazarus op te wekken uit de dood. Ik heb u die geschiedenis niet gelezen, maar u kunt het straks thuis nog eens doorlezen. En als jij vandaag Lazarus gebeld zou hebben, omdat je het via, misschien wel via RTV Noord gehoord zou hebben, dat Lazarus is opgestaan uit de dood. En je zou met hem bellen. Je zou met hem praten. En je zou gevraagd hebben aan Lazarus. En Lazarus, heeft de Heer jou wat gezegd? Dan zou Lazarus tegen jou zeggen, het is onvoorstelbaar hoe hecht de relatie met hem is. Mijn oren waren doof, mijn oren waren dood. Maar hij riep tegen dat kleinste beentje dat ik heb. Het dode gehoorsbeentje. Levend zul je worden. Hij riep, Lazarus, kom naar buiten. En wie weet, en misschien zou Lazarus je dan ook nog gezegd hebben. En het is een geluk, weet je, het is een geluk dat hij... dat hij mij bij zijn naam riep. Want als hij gezegd had, kom naar buiten, dan waren misschien wel alle graven opengebarsten. En waren alle doden naar buiten gekomen. Maar hij riep, Lazarus. Ik ben met hem verbonden. Hij is mijn leven. Hij is mijn leven. Heeft de Heer je nog wat gezegd, Klaas? Ja, hij zegt je wat. Ik ben jouw opstanding. Ik ben jouw leven. En dat is de boodschap. Dat is wat hij zegt. En nou zou ik eigenlijk amen moeten zeggen. Dat kan ik wel doen. Maar dan zou ik het belangrijkste overslaan.
Dan zou ik het allerbelangrijkste overslaan. Want dan zou u misschien over de preek gaan praten. En zou u een gezellig bakje koffie drinken. Ik weet niet wat u allemaal zou gaan doen. Maar weet u, het belangrijkste komt nog. U bent niet hier. En nou zou u ook nog kunnen zeggen van, ja, maar hoor eens even, de Heer is niet hier. Ja, zou u ook allemaal kunnen zeggen. Waarom bent u niet hier? U. Vanwege die crisis. Vanwege het besmettingsgevaar. Vanwege het feit dat u zegt, oeh, ik hoop toch beslist geen drager te zijn van dat virus. En dan ook nog eens een ander te besmetten daarmee. Dus ik blijf maar hier thuis. Dan raakt ook niemand anders besmet. Dat is vanwege corona. Maar het wonderlijke is nu dat hij wel bij u is. Hij is bij u. Naar zijn belofte. Hij zei, ik zal niet meer lichamelijk bij jullie zijn, maar als ik opgevaren ben, als ik aan de rechterhand van de Vader zit, dan zal ik mijn Heilige Geest naar jullie toezenden. En zo, op die manier, zal ik bij jullie zijn. Jullie zijn dragers van Hem geworden. Jullie zijn dragers van de Geest van Christus. Jullie dragen het eeuwige leven in jullie. Diezelfde geest die Lazarus uit het graf geroepen heeft. Diezelfde geest die Jezus opgewekt heeft uit het graf. Diezelfde geest woont nu in jullie. En wat wil die geest nu doen? Die geest wil anderen besmetten. Die geest wil anderen besmetten met het heil. Met de liefde van Christus die door jou heen gaat werken. Met de hoop die jij gekregen hebt door jou heen gaat werken. Zodat je anderen met die hoop op Christus gaat besmetten. Met zijn liefde gaat besmetten. Dat is de bedoeling. En dat kun jij gaan doen. Ja, hoe moet je dat doen? Door je handen te vouwen. Kijk, dat doet Paulus. Ik weet niet op dit moment waar hij dan zit. Maar Paulus zit geregeld in quarantaine. Geregeld in de gevangenis. En dan vertelt hij het nieuws vanuit zijn gevangenis naar de mensen thuis. En wat hij dan ook elke keer weer doet, is bidden. Dat die geest van Christus in mensen gaat werken. En nu jullie, je hebt het niet zelf gekozen, maar in quarantaine thuis zitten, kunnen jullie de handen vouwen. En net zoals Paulus bidden, dat die geest in het innerlijk van je kinderen en van je kleinkinderen en van je familie en van je vrienden zal gaan werken. En daar moed zal geven en heil zal geven en een vreugde van Christus, een hemelse vreugde. En profetieën, zodat je elkaar ook via de telefoon bemoedigt en zegent en zegt, o, wat zijn er een dorre beenderen, wat ligt die economie plat. En wat is het toch allemaal triest met die verslaving. En wat een nood is er. Wordt dit ooit weer anders? Wat een dorre beenderen. En de Heer vraagt je, wordt het ooit weer anders?
En jij zegt, Heer, u weet het. En jij komt nu met een boodschap van hem, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je vrienden, voor je familie. En je zegt, leven zal het, de economie zal weer leven. Jullie zullen wel moed krijgen, maar jullie zullen anders leven. Toegewijd leven. Met Christus in je. Christus niet alleen in de hemel, maar in jouw kind. Want hij houdt van je. Hij kent je. En hij is je leven. Laten we bidden. Heere Jezus, Heere Jezus, de mannen en vrouwen hier in de kerk, die kunnen het beeld doorsturen met hun techniek. Maar niemand heeft de beschikking over de techniek die u hebt. U alleen hebt daar de beschikking over. Die wonderlijke techniek van uw Heilige Geest. En ik bid u, Heilige Geest, raak elke luisteraar aan. Raak elke kijker aan. Diep van binnen. In hun innerlijke wezen, in hun innerlijke mens, met uw nabijheid, met uw heiligende tegenwoordigheid. En jij die nu luistert en jij die nu kijkt, ik zegen jou. Ik zegen jou met die tegenwoordigheid van Christus. En hij raakt jou nu aan. Met zijn liefde en met zijn vergeving en met zijn hoop. En in jouw onrust raakt hij jou aan. Met zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Zo zegen ik jou in de naam van Jezus, die jouw leven is en die jouw opstanding is. En ik zegen jouw hart. Ik zegen jouw hart zo, dat het beeld van de Heere Jezus in jouw hart en de mannen en vrouwen van NOF, van TV, NOF, Noord of hoe dat maar heet, kunnen daar niet voor zorgen. Maar u, Heer, u doet dat. U doet dat op dit moment dat het beeld van u in elk hart helder wordt. Uw beeld. En dan bid ik u dat elk hart dat nu is afgestemd op uw hart uitgaat naar al die harten en al die handen aan de bedden, in de verzorgingstehuizen, op de IC's. En Heere, zo zegenen wij al deze mensen. Zo zijn ook wij door uw Heilige Geest deze mensen nabij. En dat doen wij en wij bidden u voor hen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En Heer, dan zeggen wij net zoals u het gezegd hebt. U hebt het gezegd bij het graf van Lazarus. Ik weet, Vader, dat u mij altijd verhoort. En nu weten wij, Heere Jezus, dat u in mij bidt.
U bidt in mij met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat gebed van de Zoon in mij, dat verhoort de Vader. Hij verhoort het gebed van de Zoon altijd, altijd, altijd. En daarom bidden wij u in Jezus' naam. In Jezus' naam. Want zijn koninkrijk komt. Amen. Amen. Nu wij met elkaar gebeden hebben, hebben we de handen gevouwen. En dat zijn dan even handen die stil liggen, omdat ze ook aan de Heer dan alles overlaten. Want we zijn in zijn hand. Onze tijden zijn in zijn hand. Maar het is niet alleen bid, het is ook werkt. En u kunt uw handen ook gaan werken. En door die handen van u werkt ook de Heere God, wanneer u mensen gaat steunen via de voedselbank. Via de voedselbank van Colm en Dokkum en Dantumadiel. En God zegene onze gaven. God zegene u, wanneer u die gaven in de dienst aan hem geeft. Ja, en Jim, komen we naar voren. Want Jim, zullen mij u zongen, voor u zongen. En dat is het lied Alive in You van Jesus Culture. Zo mogen we de nieuwe week ingaan met het prachtige lied wat heet Alive in You. Want we mogen weten dat we leven in onze Heer en dat we met Hem deze nieuwe week weer aan kunnen. But
Christ who lives within me, Christ who lives within me. From beginning till the end, you deserve the glory, you deserve the glory. It's no longer I who live, but Christ. Fijn dat u onzichtbaar bij ons was. Ga onder Gods zegen en in vrede uw binnenkamer in. En God die in het verborgene ziet, hij zal uw gebeden verhoren en u belonen. Doe dat onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven jou vrede. Amen. En ons Safië deze kerkendienst op RTV NOF via televisie, radio, online, onze social media kanaal. Fijn dat je weer erbij bent om mij deze dienst mij te beleven. Onze dank natuurlijk ook aan de voorganger van de morgen en ook de band Lighthouse uit Kolmensweg. En onze voorganger natuurlijk Klaas van Marm. Wij hopen dat jou een hele noffelijke chance beleven. Je kan hem in de ring van de dij nog een keer weer waarom zien had je dat willen. Doch dat via rtvnof.nl en ook via YouTube en via Facebook. Daar kun je alles nog een keer nalezen. Ik wil je nog één keer wijzen op de collecte die wij doneren aan de voedselbanken. Via de site kerkcollecte.com kun je heel eenvoudig jouw donatie dan. Je kunt daar ook het rekeningnummer vinden als je zelfs een oerboeking wil willen naar de kerken hier, de protestantse gemeente van de Westerijn. Ook die opbrengst gaat naar de voedselbanken van Dokkum, Kolm en Dantumadiel. Namens alle vrijwilligers, dank voor het zien. Wellicht ont na je weken, houd onze internetsite en de social media in de gaten voor de volgende kerkendienst. Zolang dat mogelijk is, willen we dat heel graag voor jou doen. Een hele noffelijke snijd aanwezig en graag ont de horen keer.